Vrijdag is marktdag in Vlissingen en veel mensen die hier lopen hebben eergisteren hun stem uitgebracht. Maar wat gebeurt er eigenlijk als alle stemmen zijn geteld? Ik zou het niet weten. Nee, dat weet ik echt niet. Ja, dan moet ik dus heel eerlijk bekennen dat ik dat eigenlijk niet zo goed weet. Nee, dat weet ik niet. Nou, ik stem, maar de rest interesseert me niet zoveel. Maar de Vlissingse raadsleden zitten niet stil. Gisteravond al was er een eerste bespreking. De twee grootste partijen, de lokale partij Vlissingen en de partij Soeburg-Rittem, kijken de komende dagen wat iedereen wil. Dat gaan we onderzoeken door met alle partijen een gesprek te voeren en die gaan vanavond starten. D66 is morgenochtend aan de beurt. De partij die van 2 naar 3 zetels steeg is vol vertrouwen. Heel positief en optimistisch, want we hebben natuurlijk een hartstikke goed resultaat behaald. En wij zijn klaar voor een gesprek en we zijn klaar om het aan te pakken. Maar u wilt mee gaan doen, neem ik aan? Absoluut. Raadsleden moesten vanmiddag formulieren invullen. CV, bijbanen, het moet allemaal bekend zijn. Dat geldt voor winnaars, maar ook voor verliezers. Zoals GroenLinks, dat nog maar 1 zetel over heeft. Geldt voor u niet dat u mee mag praten, maar niet mee mag doen? Nou, daar ga ik niet vanuit. Meedoen, meepraten, meedenken, dat zijn we van plan. Maar niet mee in een coalitie, denk ik toch? Nou, dat maakt niks uit. Je hebt natuurlijk wel wat gelezen wat sommige partijen natuurlijk willen. En dan hoop je maar dat het ook een beetje terechtkomt, dat ze niet te veel compromissen moeten maken. Daarvoor is het nog te vroeg. Donderdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Partijen kunnen dan een coalitie hebben gevormd, maar dat zou wel erg snel zijn.